Hoogleraren 6, natuur en milieu 8. Had het al begrepen, gij zijt de zigeuner. U houdt wel van quizzen, hè? Nog steeds, nu u dit meemaakt? Nou, ik heb altijd wel eens gedacht dat het misschien leuk was om een keer mee te doen. Ja, ik weet toevallig van u dat u dat dicté, dat u dat ook leuk vindt. Ja, die doen we thuis altijd mee. Staphylokokken, dat was uw eerste liefde. Absoluut. Ja. En zo bent u ook uw man op het spoor gekomen via de staphylokok? Nee, dat kan toch dat hij ook daar belangstelling voor had? En dat u samen die liefde over van de... Nee, voor zover ik weet, nee. U bent, want ik zag wel een beetje kijken toen over maatschappelijke relevantie. U vindt het bezwaar van België dat ze zo fundamenteel zijn. Dat ze veel doen aan fundamenteel onderzoek. En u vindt het gezelliger eigenlijk in Nederland dat ze een beetje... die toepasbaarheid. Ik heb absoluut geen bezwaar tegen fundamenteel onderzoek. Nee, maar u vindt het gewoon gezelliger om meer in maatschappelijk relevante context te opereren. Het is niet zo dat u dat tegen bent, maar u vindt het gewoon leuker werk. Mag ik dat dan zo? Ja. Ja? Nou ja, u moet het zeggen hoor. U voelt zich dan niet, ik wil u die mening niet opdringen. Maar ik bedoel, als u niks zegt, dan moet ik wel wat zeggen. Heeft u dat nou ontdekt van die maagsfeer? Dat het helemaal niet door stress kwam, maar door Dat heb ik niet ontdekt, maar... Mede ontdekt? Nee, ik doe daar onderzoek naar, maar... Toen het eenmaal ontdekt was, bent u het nog eens een keer gaan onderzoeken. Dat is, dat is nou maatschappelijke relevantie, ja. Zo is dat. Fijn. Christina, we gaan de quiz nu spelen en ik reken op u. Ik mocht toch Christina zeggen? Professor Dr. CMJE, of mocht men Christina zeggen? Van den Broeke Graus. Dirk Maat, J. Jaap, voorzitter van Das en Boom. Hoe bent u zo bij die Das gekomen eigenlijk? Boom, ik ben weggelopen, kwaad van huis, een keer met ruzie en, als jongen. Oh, ja. En kwam in een bos net tegen de nieuwbouwwijk aan. En daar zat een das buiten het hol. Waarschijnlijk een demente das, want overdag doen ze dat normaal niet. Een demente das? Toen dacht ik, nou, die... Die moet ik vangen, dat was mijn eerste reactie. Dat gelooft niemand thuis als ik zeg dat ik zo'n beest gezien heb. Dat heb ik nog geprobeerd. Zo is het begonnen, want ja, u bent toch pas nog in problemen geweest met de faunabeheer. Ja, Nico Kofferman, die heeft u beticht. Ja, want u bent met die actie met die korenwolven ook, schijnt u helemaal verkeerd te hebben aangepakt. Die heeft u gevangen, opgesloten en die moeten in zo'n molentje draaien. Die kunnen nooit meer goed komen. Maar wat is daar waar van die beschuldiging? Want u lacht er maar om, je zou zo'n korenwolf zijn. Die discussie spitste zich toe laatst een keer voor de radio. En toen was het antwoord heel duidelijk. Meneer Kofferman die vindt dat als een dier zich niet voldoende aanpast en niet meer kan leven in Nederland, moet hij uitsterven. En wij stellen ons op het standpunt dat de mens zich... Dat ze afgeknald moeten worden, want u bent voor de jacht ook weer. Er is geen touw aan vastgeknald, hoor. We gaan wel met 7 mijls naar... Nou, moet je luisteren. Ja. Dus wij vinden dat het beest een herkansing moet krijgen... en dat wij ons maar een beetje moeten aanpassen. In het geval van de korenwolf is dat de boer. Dus die moet wel wat meer subsidie krijgen om wat minder te spuiten... en wat meer onkruiden te laten groeien in zijn akkers. En ten aanzien van de jacht... het enige wat ik daarover kan zeggen is... Ik denk dat er wel andere prioriteiten zijn om je erg druk over te maken. En, maar dat is dus al gauw. Het is meer een tolerantie die er bij ons is. Van, we hebben niet zoveel moeite ermee. En te meer niet als je begrijpt dat volgens meneer Koffermans 99% van de Nederlanders tegen jagen is. En we importeren dit jaar 18 miljoen kilo wild uit het buitenland voor de kerst. Heb ik gelezen in de krant. Wat is het verband dan? Het verband is dus dat we erg tegenjagen zijn als het maar niet... Of, wij vinden het goed als het maar niet hier gebeurt. Als het maar niet in onze eigen achtertuin Maar is het ook niet bezwaar om een blafhertenbiefstukje te eten? Nee, helemaal niet. Of een reënrug. Waarom heeft u dat niet uitgebreid van das en boom en korenwolf en... En reënrug. En blafhert. Dat is ik ook wel. Ik moet u zeggen, ik heb al een keer een das geprobeerd. Ook. Ik heb ook een das geprobeerd. Ja. Maar ik ook echt op het bord. Ja. Op het bord, ja. Ik vind als je erg veel mee bezig bent, moet je ook weten hoe het smaakt. Wel, doe uw best, Jaap Dirkmaat. Jaap Dirkmaat, Jaap Dirkmaat.
gras en boom. Ja, Dirkmat, ja, Dirkmat, ja, Dirkmat. Vraag 8 voor Van der Broeke, Grals en Dirkmat. Voor één concert stemt een muzikant zijn fluit. Tijdens de uitvoering wordt het instrument warm door de felle podiumbelichting. Het betreft de televisieregistratie en de lichtjongens die hebben geen halve maatregel genomen. En de vraag is nu, heeft het invloed op de stemming van de orkestleden? Vooral ook de kaalhoofdige topdirigent die het tappelings langs zijn hoofd en uit zijn rok gutst. Zo warm, hè? Ja, de vraag. De vraag. Vraag, ja. Heeft het, heeft het tijdens de uitvoering van het concert door de felle belichting warm worden van de fluit invloed op de stemming van een voornoemde fluit? A. Ja, de toonhoogte stijgt. B. Nee, de toonhoogte blijft gelijk. Maakt geen fluit uit. C. Ja, de toonhoogte daalt. Zeg het maar. C. C. De toonhoogte... daalt. Daalt. En waarom? Ja, ik heb maar nou naar die fluit gekeken. Naar concertfluiten zijn meestal van metaal. En metaal onder invloed van hitte is uit. En ik kan me voorstellen dat als zo'n instrument... Nou, maar een fractie groter wordt, ja, dat er dan al meer. Ja, laat maar zitten verder, want het is niet goed. Het is niet goed, nee. Verdorie. Gaat er een puntje af. En dan mag u dus nog kiezen. Maar dan moet u dus niet als ik goed begrijp, die C. Had u dat C gekozen? C. Ja, dan moet u dus niet kiezen, zeg ik maar even. Om een beetje te helpen. Dus tussen A en B kunnen we nog kies een... Kies ik B? B. Toonhoogte blijft gelijk. Zullen we laten zien wat er gebeurt? Laten we nog een beetje in spanning. Oh, voor u is de lol er al af natuurlijk. Maar... Twee gelijke, dit zijn die fluiten, die zijn een beetje koud gemaakt door die... wat is het eigenlijk voor rotzooi? Koud ijs. Koud ijs. Geen broeikaseffect toch hierdoor, hè? Jawel. Oh. Dus allemaal weer helemaal fout. Dan gaat het weer punten kosten. Ik zal dit proberen even uitleggen. Door de warmte van die föhn zet de fluit uit en wordt groter. Dus wordt de toonhoogte lager. Zou je denken. Dat klopt ook. Maar dat is maar een betrekkelijk klein effect. Van meer belang is het effect van de warme lucht die door de fluit stroomt. In warme lucht, moet u weten, is de geluidssnelheid hoger dan in koude lucht. Dus komen er in die warme lucht meer golven per seconde voorbij. En het is nu eenmaal zo dat het aantal geluidsgolven per seconde, de toonhoogte, de frequentie, met een duur woord, bepaalt. En daarom klinkt een warme fluit hoger dan een koude. Waarom is de aarde rond?